Dag allemaal, vandaag ga ik spreken over de blauwe vinvis. De blauwe vinvis is een spectaculair dier, maar ook een bedreigd dier. Nu ga ik snel de blauwe vinvis voorstellen. I wish you were here. Don't you know the snow is getting colder? And I miss you like hell. And I'm feeling blue. De blauwe vinvis is het grootste dier van het aarde. De blauwe vinvissen leven meestal in de Indische Oceaan en in de open wateren van de grote oceaan. In de zomer gaan ze in de Arctische en Antarctische wateren. In het najaar zwemmen ze naar warmere wateren. Hij eet vooral krill, maar ook andere plankton. Een volwassen eet 3500 kilo krill per dag. De voortplanting vindt plaats tijdens de winter. De zoogtijd is zo 10 tot 12 maanden. Elke 2-3 jaar hebben ze één jong. De volwassen kan ongeveer 33 meter en 170 ton worden. De tong van de blauwe vinvis is zo groot als een olifant en weegt 2 ton. De blauwe vinvis heeft een longcapaciteit van 5000 liter en een hart van 500 kilo. Tijdens het uitademen maakt hij een waternevel van 9 meter hoog. Hij kan tot 48 kilometer zwemmen. Hij kan 80 tot 100 jaar oud worden. De zang van deze dier is 180 decibel luid. Om een idee van het lawaai te geven, de lancering van de Ariane-raket maakt ook 180 decibel. De grote bedreiging voor de blauwe vinvis zijn de visnetten. Ze zijn de belangrijkste bedreiging voor de walvis. Grote walvissen kunnen meestal de netten breken, maar stukken van de net kunnen aan hun kop blijven. En de dieren bletten zich te voeden. Chemische stoffen zijn ook een grote bedreiging. In 1986 heeft de Internationale Walvaartcommissie, de IWC, een verbod gemaakt op de walvisjacht met commerciële doel. Maar dit verbod heeft niet alle jachten gestopt. 25.000 dieren zijn nog gedood vanaf deze verbod. Elk jaar doodt Japan honderden walvissen en zeggen dat het voor wetenschappelijk onderzoek is. Botsingen met boten komen vaak en wordt de oorzaak van de doden 90% van de walvissen in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Voor de walvisjacht was er ongeveer 240.000 dieren. Maar in 2002 was er enige tussen 5.000 en 12.000 dieren. Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht. Tot ziens!